gedeputeerden kunnen blijven zitten. Het is dinsdag 26 mei. Dit is Zeeland Nu. Van Beveren hield informatie achter. Topman ADSZ per direct opgestapt. En superfan ontmoet eindelijk haar idolen. Dag dames en heren. De overgebleven gedeputeerden van Zeeland zijn vandaag niet weggestuurd door Provinciale Staten. Ze zouden, net als collega Kees van Beveren, op de hoogte zijn geweest van de talloze problemen rond de verbreding van de Sloelweg. Het project kost inmiddels minstens 19 miljoen euro extra. En voor de deur van het provinciehuis in Middelburg staat verslaggever Ariane Lafort. Ariane, ja, de drie gedeputeerden, ze zitten er nog. Inderdaad, en dat heeft te maken met de publicatie vandaag van geheime e-mails, of liever gezegd vertrouwelijke informatie, briefwisseling tussen afgetreden gedeputeerde Kees van Beveren en ambtenaren. En uit die briefwisseling, uit die e-mails, zou je kunnen opmaken dat Kees van Beveren inderdaad misschien toch wel heel solistisch bezig is geweest en de andere gedeputeerden niet op de hoogte stelde van de problemen van de Sloelweg. Hij kaartte het wel aan dat het niet goed ging, maar hij zou dat ook een beetje hebben gesust, van nou ja, we zijn op zoek naar oplossingen. En ja, we kunnen dat waarschijnlijk, we hopen dat dat toch wel binnen budget gaat lukken. Dus vandaar dat die andere gedeputeerden ook het idee hadden dat ze er inderdaad niks van wisten. Maar goed, dat het niet goed ging met de Sloelweg, dat was al wel duidelijk. Kijk naar een reconstructie. 3 februari. Het dagelijks provinciebestuur krijgt te horen dat de Sloelweg mogelijk een stuk duurder wordt vanwege tegenvallers. Hoe groot de problemen zijn, is dan nog niet bekend. 9 maart. Er wordt een speciale taskforce ingesteld voor de Sloelweg. Dat gebeurt in stilte. 12 maart. De werkzaamheden aan de Sloelweg worden grotendeels stilgelegd. Verantwoordelijk gedeputeerde Van Beveren vertelt dat niet aan zijn collega gedeputeerde en Provinciale Staten. 18 maart. Er zijn verkiezingen voor Provinciale Staten. De problemen met de Sloelweg zijn niet bekend bij de kiezers en de politieke partijen. 31 maart. Het provinciebestuur brengt voor het eerst naar buiten dat er grote problemen zijn met de Sloelweg, waardoor het project miljoenen euro's duurder kan worden dan de 58 miljoen euro die ervoor was begroot. 21 april. Het provinciebestuur maakt bekend dat de Sloelweg tussen de 19 en 31 miljoen euro duurder wordt. 24 april. Gedeputeerde Van Beveren, die de Sloelweg in zijn portefeuille heeft, stapt op. Ariane, de drie gedeputeerden hebben die vandaag de volledige steun gekregen van alle partijen. Nee, niet bepaald. Oppositiepartijen met name hebben heel hard uitgehaald. Want die zeggen, als je ook luistert naar dat feit, helaas, naar die data. Ja, luister eens, in februari wisten jullie ook al dat het gewoon niet goed ging. En jullie kunnen je niet verschuilen dat jullie net als Kees van Beveren niet op de hoogte waren van de exacte omvang. Om welke bedragen het nou ging, kunnen jullie je niet achter verschuilen. Harde woorden dus van de oppositie. De vraag die de PVV-fractie blijft bezighouden is: waarom het college op 10 februari jongstleden kennis neemt van technische en financiële voortgang van het Sloelwegproject en, zoals blijkt uit de door GS vrijgegeven notulen van die vergadering, en constateert dat dit project duurder uitvalt, maar daar op dat moment niet de noodzaak van inziet om de Staten te informeren. In de ogen van de SP is er een onhoudbare situatie ontstaan doordat er niet voldaan is aan de actieve informatieplicht van GS. Dat er eens iets vergeten wordt, oké, dat kan. Het is en blijft mensenwerk. Alleen dit is van een dergelijke grote orde dat dit niet meer met een simpele sorry afgedaan kan worden. Ja, duidelijke taal, Ariane. Is het hiermee nu helemaal afgerond? Nee, niet bepaald. Want de provincie heeft zelf al een onderzoek ingesteld. Ja, hoe dat nou kan, hè, op een budget van 60 miljoen, dat er minimaal 20 miljoen bij moet, hè, op kosten van de provincie Zeeland. Maar nu zeggen Provinciale Staten, hè, zeg maar de Zeeuwse Tweede Kamer, nee, wij willen ons eigen onafhankelijk onderzoek. Dus dat zit er nog aan te komen. Plus dat de Staten 3 juli een beslissing moeten nemen hoe het nou verder moet met die Sloelweg. Hoe gaan we die weg afbouwen zonder dat het te veel extra geld gaat kosten? Ariane Lafort, dankjewel. Hubert van Eck stapt per direct op als bestuursvoorzitter van het ziekenhuis ADRZ.
Hij wordt opgevolgd door Claudia Brandenburg. De Raad van Toezicht van het ADSZ houdt Van Eck verantwoordelijk voor het verlies over 2014 dat 9 miljoen euro betrof. En ook wordt hem en voormalig financieel directeur Rinus van Riel verweten informatie over de financiën te laat te hebben gebracht en te rooskleurig te hebben voorgesteld. Van Eck krijgt een vertrekregeling volgens contract, zegt de Raad van Toezicht. Hoeveel dat is, maakt de Raad van Toezicht niet bekend. Het besluit om Van Eck te ontslaan was al genomen voordat zorgverzekeraar CZ vorige week publiekelijk het vertrouwen in de bestuursvoorzitter opzegde. Ze zijn eruit in Hoek. Deze kale toren krijgt zijn puntdak weer terug. En de rest van het kerkgebouw komt er straks weer uit te zien als voor de brand. Ik heb zelf het idee dat de mensen hier het meest complete en geruste gevoel bij hadden. Nieuwbouw is noodzakelijk, omdat de kerk op 1 januari dit jaar afbrandde. Alleen de afgestompte kerktoren bleef staan. De andere gebouwen worden herbouwd. Kerkgangers zijn tevreden met het ontwerp. Afgelopen zondag kon men het hier voor het eerst zien. En ik kon wel merken dat mensen daar heel erg enthousiast over zijn. Dus ik denk ook wel dat we met elkaar de goede keuze hebben gemaakt. Het doel is om de kerk rond kerst 2016 af te hebben. Begin volgend jaar hopen ze te beginnen met bouwen. Sjoerdsma schat de kosten van de nieuwe kerk in op minimaal 1,5 miljoen euro. Ja, als je er zo dichtbij bent, moet je gewoon alles geven om dat ook te gaan bereiken. En we gaan ervoor. En daarmee doelt Hoessein Boussamboe op de topklasse, het hoogste amateurniveau van Nederland, waar Vlissingen nu heel dichtbij is. Nog 3 keer winnen en dan is het gedaan. Boussamboe maakte gisteren tegen de dijk deze schitterende treffer. Het was de 0-2 en door die uitslag zit Vlissingen nu in de halve finale van de na-competitie. Het kan nog steeds, hè? Topklasse aan de Irisla volgend jaar. Ja, het was een paar weken geleden heel dichtbij en we hebben nog een herkansing en we zitten nu in de halve finale. Daarin is donderdag Oss-20 de eerste tegenstander. Bij Vlissingen keept dan ook weer deze 48-jarige keeperstrainer Mohamed El Bekkaoui. Logistiekbedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost heeft een vrieshal in Noorwegen overgenomen. Daarmee breidt Kloosterboer zijn dienstverlening uit voor Scandinavische klanten. Het gaat om een vrieshal die is gebouwd in een berg, waarin ruimte is voor 20.000 pallets. Het bedrijf wil ook nog uitbreiden naar Zweden. Bij Kloosterboer worden voedselproducten zoals fruit, sap, vlees en vis en zuivel opgeslagen. Als je fan bent van een artiest wil je die natuurlijk het liefst ontmoeten. Het kan niet altijd, maar Valeska Schier uit Capelle is het wel gelukt. Ze is een enorme fan van Nick en Simon. Ze heeft ze al minstens 100 keer gezien. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Hoe zenuwachtig? Op schaal van 1 tot 10, nou een 6 of zo. Dit is de 23-jarige Valeska Schier. Overdag werkzaam als peuterleidster bij Kibeo in Goes. Maar 's avonds en in het weekend heeft ze een andere passie. Ze is namelijk groot fan van... Nick en Simon. En dat is ze al heel erg lang. Eigenlijk al vanaf het begin, dat hun zijn begonnen, had ik eigenlijk al gelijk zoiets van ja, dat zijn wel leuke jongens, leuke muziek. Dus toen is het eigenlijk al begonnen. Hoe vul jij die in? Je weet het evenmin. Nick en Simon zijn niet weg te denken uit haar dagelijks leven en ze besteedt er dan ook veel tijd aan. Naar optredens gaan, concerten bezoeken en op mijn kamer wat... Ja, dingetjes van Nick en Simon. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, hè? Ja, zo gezien wel, ja. Klopt. Als je nu s'avonds gaat slapen, Valeska, ja. Waar liggen Nick en Simon dan? Oh, ergens daar. Ergens op mijn bed. Momenteel hebben ze een theatertour. Klopt. Hoe vaak ga je naartoe? 9 keer. Wordt het niet eentonig? Nee. Ze zingen natuurlijk wel vaak dezelfde liedjes dan wel gewoon, maar de sfeer die eromheen hangt is toch anders en... Ook als ik dan met die vriendin ben, of is ook gewoon gezellig. Na het bijwonen van de soundcheck is het dan eindelijk zover. Een ontmoeting met haar grote idolen Nick en Simon. En dat is best spannend. Dat heb ik gedaan. Ja, precies. Hallo. Hi. Hoi. Ik ben Simon. Valeska. Hi. Hoi, Tanja. Hi, Simon. Valeska. Nick. Hoi, Tanja. Hey, Tanja. Ja, best wel bekende gezicht. Ja. Dat moet ik zeggen. Ja? En hoe vonden jullie de soundcheck? Leuk, ja. Bijzonder. Ja. Het is part of the deal, het hoort erbij en
Het is ook leuk, want degene die de meet and greet heeft gewonnen, kijkt er een paar uur naar uit. En ik vind het dan zelf, ik heb zelf ook wel eens een handje mogen schudden bij een artiest die ik bewonder. Zou het zo'n tegenvaller zijn als je dan onaardig of chagrijnig komt opdraven, dat ik, zelfs al ben ik nog zo moe, dan altijd toch even de moed bij elkaar raap om dan de vrolijkste versie van mezelf te zijn. Nadat ze een beetje is bijgekomen van de schrik, is het wachten op het echte optreden. Nu nog met haar vriendin en hopelijk in de toekomst met een vriend. Maar die zal de eerste plaats voorlopig moeten delen met Nick en Simon. Hij zou het wel moeten accepteren dat ik dan nog wel een concert, een theatertour, weet ik het wat, bezoek, zeg maar. De verwerking van het nog aanwezige fosforslip op het terrein van het failliete Termfos in Vlissingen-Oost staat op het punt van beginnen. Het slip moet weg zodat het terrein veiliger wordt voor nieuwe bedrijvigheid. Het Termfos-terrein, een gebied van 57 hectare waar Termfos zo'n 44 jaar actief was. Sinds begin dit jaar wordt het fabrieksterrein weer veilig gemaakt voor nieuwe bedrijvigheid. Nu begint de verwerking van het fosforslip. Dit is de filterpers. Hier komt het fosforslip binnen. Dat circuleert over de pers, komt in de kamers terecht. Op het moment dat de kamers gevuld zijn, wordt er geperst. Het fosfor komt samen met het water in de bak terecht en wordt afgevoerd naar de opslaglocatie. En de fosforkoek, dus het restant wat overblijft in de perskamers na het persen, dat voeren we af na de verbrandingsinstallatie. Fosforslip is een dusdanig zeldzame stof dat deze machine speciaal ontwikkeld moest worden voor deze klus. Het is een combinatie van bestaande technieken en kennis vanuit de Termfos-tijd. Gecombineerd natuurlijk met de nodige veiligheidsaspecten die daarin verwerkt worden. En natuurlijk het vergunningkader waarbinnen wij gewoon dienen te acteren. Want u weet wel zeker dat dit een veilig apparaat is? Daar zijn we wel van overtuigd. We hebben dat met alle betrokkenen hebben we voldoende veiligheidsstudies gedaan om te bepalen welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om hem veilig te kunnen bedrijven. Deze nieuw ontwikkelde pers is naar verwachting een jaar bezig om alle fosforslip te verwerken. Ja, verslaggever Niels Schuurbiers hier in de studio. Jij volgt die werkzaamheden. Ja, hoe staat het ervoor? Nou, zoals het er nu naar uitziet, loopt het allemaal op schema. Ze zijn begin dit jaar begonnen met een hoop inventarisatie en voorwerk. En nu kan dus die volgende grote stap genomen worden. De verwerking van dat fosforslip staat op het punt van beginnen. Ja, wij noemen het saneren, maar zij noemen het veilig maken. Waarom is dat? Ja, bij een sanering denk je al gauw aan grond afgraven en schoonmaken. Zij praten liever over veilig maken. Kijk, op dit moment is dat gebied ook veilig, maar hebben ze mensen om het veilig te houden. Er zit beveiliging, er is brandweer aanwezig, voor als het toch misgaat. Nou, dat is natuurlijk geen situatie waar een nieuw bedrijf zo op in kan stromen. Dus streven ze nu naar een zogenoemde passieve veiligheid. Een veiligheid zonder dat er mensen voor nodig zijn. En die moet dan aan het einde van dit traject zijn bereikt. Ja, en er werken ook oud-termfossers aan het hele gebeuren. Is dat expres gedaan? Jazeker, er zijn zo'n 40 oud-termfossers nog steeds aanwezig. Sommigen zitten in de ploegen, sommigen zitten in de brandweer. Om het hele proces bij te staan met de kennis, maar ook de passie die velen van hen hiervoor hebben. Neem bijvoorbeeld Theo Slump. Hij heeft zo'n 27 jaar bij Termfos gewerkt. Heeft zich daar opgewerkt van de een naar de andere functie. En kent deze fabriek als zijn broekzak. En die werkt nu dus ook aan het veilig maken mee van het oude Termfos-terrein. 27 jaar geleden begon Slump als procesoperator bij Termfos. Hij klom op tot assistent plant manager. Nu is hij onder Van Sitters beheer verantwoordelijk voor het hele terrein. Ik ben er nog en dat heeft ook te maken met de verschillende mogelijkheden die er zijn geweest om een doorstart te maken. Kijk, als je dat had geweten was je misschien eerder weggegaan, maar dat heeft me hier gehouden. En het is ook wel een uitdaging om het veilig te houden en geen incidenten te krijgen. Naast Slump werken er nog enkele tientallen oud-termfossers op het terrein, samen met de aannemers die de sanering doen. Ze staan de aannemers bij met bakken vol kennis. Die kennis die heb je gewoon nodig om met fosfor te kunnen werken. Er is weinig ervaring hier in Europa. Wij waren de enige in West-Europa die werkte met fosfor. En dat is toch wel noodzakelijk als je iets gaat aanpakken om te reinigen. Iedere dag komt het einde van het hoofdstuk Termfos in het leven van Slump dichterbij. Dat het niet door kon gaan is natuurlijk niet leuk. En je was er met zoveel nieuwe dingen bezig, met verbeteringen, met herinzet van grondstoffen. En ja, nu is de knop volom en we werken nu toe naar een schoon opleveren van het terrein, zodat het weer uitgegeven kan worden, dat het economisch ook weer rendabel wordt. En dat geeft wel weer een
positief gevoel. Niels, een hele klus lijkt mij. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Nou, voor die klus is zo'n 18 maanden geraamd. We zijn nu een half jaar bezig. Dus de werkzaamheden om dit terrein weer veilig te maken, die duren nog tot volgend jaar zomer. Oké, dankjewel, Niels. Het was vandaag koel, maar de zon liet zich van tijd tot tijd nog wel heel even zien. Dit was bij de Peilerdam vanochtend. En er stond een meest matige westelijke wind. Dit was Vlissingen vanmiddag. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. En morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Het is droog met zonnige periode. Bij een matige zuidwestelijke wind wordt het 16 tot lokaal 19 graden. Tot zover deze Zeeland nu voor vandaag. Zometeen kunt u kijken naar In Vrijheid. Hierin verhalen van mensen voor wie vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vandaag een portret van een vluchteling uit Syrië, nu woonachtig in Axel. Nog een hele mooie avond. Dag.